Nou, sorry. Ik zit hier al serieus mijn werk te doen. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben vandaag samen met mijn vriend Danny. Hoi. Wij gaan vandaag de boyfriend tag opnemen, want het leek me wel leuk om hem ook aan jullie voor te stellen. Hij zit af en toe in de vlogs. Hij heeft de vragen niet gezien. Ik heb de vragen opgeschreven, dus het lijkt nu net of ik jou een liefdesbrief voorlees. Goed. Vraag nummer 1. Wanneer was onze eerste date? 10 jaar geleden. En wat deden we toen? We gingen naar de Burger King. Ja, ik weet eigenlijk wel waarom. Ja, ik weet ook wel waarom. Omdat jij een... Je wilde die... Die muffin. Nee, een brownie. Een brownie. Een warme brownie kwam uit de oven bij de Burger King en die wilde ik heel graag. Vraag nummer 2. Wat was je eerste indruk van mij? Ik dacht, yes, dit is hem. Wat is yes? Vrouw van mijn dromen. Ah. Nee, ja, ik zag je staan in Mokanti toen de tijd. Als iemand uit Amsterdam komt, dan weet je dat Mokanti vroeger de plek to be was, 10 jaar geleden. Ja, eigenlijk wel. Het was met oud en nieuw. Ja. Ik zag je daar staan, tussen de menigte. Nou. Toen ben ik op je afgelopen. Ja. Vraag nummer 3. Wat is mijn obsessie? Instagram. Nee. Dat is niet meer, toch, dat is toch best oud nu. Nou. En dingen timen. Timen ook, ja. Ja, dus ik wil altijd weten, als we gaan wandelen of zo, dan zeg ik, kunnen we timen hoeveel het van hier naar hier is of zo. En je hebt vaak wel gelijk. Vraag nummer 4. Hoe lang zijn wij nu samen? Iets meer dan 10 jaar. Ja. Ja. We houden het vol met mij. Het is heel lang. Vraag nummer 5. Wat was onze eerste vakantie samen? Barcelona. Barcelona. Ah, dat was wel leuk. Dat was heel leuk, want we waren zo jong. Ja, klopt. En dat ging volgens mij ook best wel mis. We kwamen in de nacht aan. Toen konden we niet inchecken. Vraag nummer 6. Dat lijkt een beetje op de eerste vraag. Maar wat viel je op aan mij? Die mooie haren. Oh. Lang haar. Lang haar. Mannen houden van lang haar. Vraag nummer 7. Waar hebben wij ruzie over? We hebben niet zo vaak ruzie. Niet heel vaak. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk over opruimen soms. Ja. Ik ben zeg maar niet rommelig, maar ook weer wel. Ja. Je bent wel rommelig. Ik ben wel een beetje rommelig. Vraag nummer 8. Wie heeft de broek aan in onze relatie? Overduidelijk. Maar dat vind ik prima. Maar heb je daar vrede mee? Ja. Ja. It's all good. Maar wat betekent dan broek aan hebben? Dat je meer beslissingen maakt of zo. Ja. Jij wel bepaalt wat we doen. Maar dat vind ik fijn. Want ik vraag ook altijd wat we gaan eten. Dat is heel vervelend. Dat is de vervelendste vraag in mijn leven. Nummer 9. Als ik tv kijk, wat kijk ik dan? The Kardashians. En ETV. E-television. E-television. Ja. Maar dat is fijn, want dan hoef ik niet na te denken. Ik snap het wel. Ja, hè? Ik kijk dat ook wel. Dat heb ik met voetbal. Okay. Nummer 10. Wat is mijn favoriete eten wat ik elke dag zou kunnen eten, vreten? Ik weet het nu even niet meer, omdat je nu allemaal op je gezonde dieet zit. Wat zou je denken? Sushi. Ja, sushi. Maar ook wel... Alles met patat. Ja, oké. Okay, patat en kaas en deeg en zo. Ik zou echt wel elke dag een pizza kunnen eten met patat erop. Daarom ben ik in de war. En chocola. En chocola. Maar ik ook. Jij ook. Oh ja, we hebben dus trouwens heel veel last van het licht. Het is echt donker, licht, zon, geen zon, schizofreen weer. Heel irritant, dus het spijt me echt van het licht. Ja, goed zo. Je luistert goed. Yes. Vraag nummer 11. Wat drink ik in een restaurant? Water. Water of groene thee? Vaak wel groene thee eigenlijk. Heel saai eigenlijk. Ja. Vraag nummer 12. Wat is mijn schoenmaat? Shit. 36? Weet je dat echt niet? Ik heb zoveel schoenen. Ja, daarom. 35. Dat is heel klein. 37. Wat? Ik weet jouw schoenmaat wel. 41,5, 42. Vraag nummer 13. Welke talenten heb ik? Schrijven. Ik vind dat je heel goed kan schrijven. Kijk, toevallig hebben we ook hier het boek nog liggen. Wat echt serieus niet bedoeld was, maar het ligt op. Ik weet niet waarom. Zodat je iets te doen hebt, zeker. Of zo. Ja, ik vind het wel fijn. Oké. Vraag nummer 14. Wat is mijn lievelingsliedje en lievelingsmuziek? Ik kan alleen maar denken aan die gozer die zogenaamd dood was.
Ja, dit is Bon Jovi. Hij was ooit zogenaamd dood, maar dat klopt wel, ja. Dat is bon wel mijn lievelingsliedje, Always. Ik vind het ook heel veel niet leuk. Ja, je vindt mijn muziek niet zo leuk. Nee. Hoe heet dat dan? Deep House. Deep House vind ik niet leuk. Maar, nou, welk is dat liedje die ik wel leuk vond? Zeg, vind je dit dan leuk? Was dat Martin Garrix of zo? Ja. Dat vond ik dan wel weer leuk. Vraag 15. Wat vind ik het vervelendste aan jou en jij het vervelendste aan mij? Het vervelendste aan jou vind ik je neus snuiten. Oh! Vind je dat het allerergste? Serieus? Nee, maar het is wel zo hard. Ik heb gewoon een defect waardoor ik niet normaal mijn neus kan snuiten. Dus ik kan niet heel zachtjes mijn neus snuiten. Het is heel hard. Het vervelendste aan jou... Ja, dat je altijd dingen hier op de bank op dat zijdingetje laat. Dat snap ik. Er is één richel op de bank en daar legt hij altijd... Het hele richeltje zit vol met zijn everyday spullen. Soms nies je heel veel, maar daar kan je niks aan doen. Nou ja, zeg. Ja, ik nies altijd 's morgens vroeg. Echt vier achter elkaar. Maar dan ben ik wakker. Daar kan je ook niks aan doen. Dat nee. Is niet jouw fout. Nummer 16. Wat kan ik uren achter elkaar doen? Op de computer zitten. Dat vind ik heel leuk. Dat snap ik. Ik vind het echt heel leuk. Gewoon lekker computeren. Computeren. En dan gewoon dingen doen. Gewoon filmpjes. Ik kijk heel veel filmpjes dan. Vraag nummer 17. Als we morgen ergens heen mogen op vakantie, waar wil ik dan het liefst heen? Bali. Toch? Bali, zeker weten. Ja, dat is wel onze favoriete bestemming op dit moment. Op dit moment, en ik denk ook wel dat het zo blijft, want ik wil daar heel graag een huis. Ja, ik ook. En een moestuin, is echt mijn droom. Mijn ook. Ja. En een koffiehuisje. En een koffiehuisje, maar dan zo'n hele simpele kleine, dat eigenlijk meer een soort van dient om zelf koffie te drinken. Vraag nummer 18, deze moet je wel weten. Wanneer ben ik jarig? 18 december. Weet je ook mijn geboortedatum? 1986. Correct. Ah, dit, maar dit is wel, dit is wel heel makkelijk ook. Willen we een andere vraag daarvoor in de plaats? Yes. Ik verzin even nu ter plekke een vraag daarvoor in de plaats. Wat vind ik heel vies? Voeten. Oh ja, maar ik vind voeten heel vies. Met eten eet je eigenlijk alles. Boter niet. Ook boter. En slagroom. En slagroom. Alles met room. Ik hou niet van room. Romige dingetjes. Vies. Stiekem wel. Als het maar niet nee. Heeft. Nee, echt niet. Wat dan wel? Biefstuk. Boter. Ja, maar de biefstuk, daar zit geen klomp boter op. Toch? Wat je wil. Nummer 19. Wat zijn mijn toekomstdromen? Wat we net zeiden. Huisje Bali. Ik denk hier ook een huis kopen. Dat zijn denk ik wel grote dromen, toch? Ja. Nou. En nummer 20. Waar ben ik fan van? Ja, ik weet als dat persoon niet. Of... Van kleding? Ja, of... misschien een beetje dat allemaal. Ik heb deze vraag gevonden, ik heb geen idee. Fan van acne? Acne Studios, acne. Volgens mij is het dus acne. Oh, acne. En hebben we de hele tijd fout gezegd, altijd. En qua persoon? Bent fan van mij? Ja, ik ben wel heel erg, ik vind het heel leuk wat Danny altijd doet. En dat zeg ik niet vaak genoeg. Maar oh, jawel. Nee, jawel. Maar hij doet hele leuke dingen. Hij heeft heel erg echt hele coole feestjes in Amsterdam. En daar wil altijd iedereen naartoe. En dat vind ik altijd heel leuk. Gelukkig maar. Ja, dat is echt wel heel cool. Next Monday's Hangover heet het, voor wie dat ook kent. Yes. Of, ja. Oké. Goed gedaan. Goed? Ja. Goed gedaan. Dit was het. Dit was onze boyfriend tag of de boyfriend tag. Als jullie Danny ook willen volgen op Instagram, ik zet zijn handle hieronder en die van mij natuurlijk. Dat was hem. Yes. Hoe vond je het? Leuk. Oké. Ik ben niet echt een prater, maar... Nee, hij is echt een man van heel weinig woorden en ik praat altijd heel veel. Super saai. Nee, je bent niet saai. Dus dat effent elkaar op. Maar je hebt je best gedaan. Yes. Oké, ik hoop dat jullie hem kunnen horen en dat hij verstaanbaar is ook. Jawel. Ja. Oké, dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer. Doei!